Het is weer tijd om te gaan kijken naar een aandeel met de vraag van is het een interessant aandeel bij de huidige koers. Afgelopen week zijn er veel Amerikaanse bedrijven met hun kwartaalcijfers gekomen. Ik heb veel van die cijfers al kort behandeld in de video van afgelopen vrijdag, de Vrijmeebeurs video. En in deze video wil ik juist één van die bedrijven uit gaan kiezen en daar juist uitgebreider naar gaan kijken. Maar natuurlijk ook zelf een waardering gaan maken voor het aandeel. Want het zou wel eens een aandeel kunnen zijn dat ik in de toekomst aan mijn portfolio wil gaan toevoegen. Welk aandeel het is, dat gaan we nu bekijken. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefenko.nl. Op dit kanaal werk we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. Het aandeel van vandaag heb ik dus nog niet in bezit, maar het zou mogelijk wel een aandeel kunnen zijn dat ik in de toekomst wil gaan toevoegen. Hangt ook een beetje af natuurlijk wat we vandaag gaan tegenkomen tijdens de analyse. Kijken we naar nou welke aandelen van de tech ik al wel heb, dan is dat bijvoorbeeld Apple. Microsoft of Facebook Meta. En welke er dan nog overblijven zijn Amazon en Google. En dat laatste aandeel dat is het aandeel dat we vandaag gaan bekijken. Oftewel Alphabet met tickersymbool GOOGL. En misschien als je al vaker naar Alphabet of Google hebt gekeken naar de aandelen. Heb je wel gemerkt dat er twee varianten zijn, twee klasse aandelen. Je hebt ook tickersymbool GOOG en tickersymbool GOOGL. Het ene aandeel, uh, dat is in dit geval GOOGL, dat is het klasse A aandeel en dat heeft wel stemrecht. Terwijl juist het klasse C aandeel, tikkersymbool GOOG, uh, het klasse C dus is en juist geen stemrecht heeft. Maar laten we dan eerst gaan kijken naar de kwartaalcijfers. Nou, we zien hier de laatste kwartaalcijfers van Google, oftewel Alphabet natuurlijk. En die zijn van 26 april, van vorige week dus. Um, ik heb ditzelfde document al behandeld in vrije beurs, dus ik ga er een beetje doorheen, maar snel doorheen, maar ik laat even denk ik de belangrijkste dingen zien. Vooral natuurlijk de omzet, die zien we wel flink toenemen van 55 miljard in het eerste kwartaal van 2021 naar 68 miljard in het afgelopen kwartaal. Dat was een toename van 23%. Ik geloof trouwens ook dat de kosten met 23% zijn toegenomen. Kijken naar de operating income, uh, die kwam dus hoger uit. Iets boven de 20 miljard in vergelijking met 16,5 miljard vorig jaar. Ze blijven ook dezelfde marge houden. Um, dat is op zich denk ik aan de ene kant wel goed. Aan de andere kant zou je denken meer omzet wil je betere marges. Maar het is natuurlijk nu wel een beetje een lastige tijd oorlog, inflatie, verhogende rentes. Kan natuurlijk hier impact op hebben. Waar het eigenlijk vooral misging, en dan voldoet ik eigenlijk misging, omdat het anders was dan dat analisten gedacht hadden. Dat had te maken met other inkomen en dan vooral de expenses, want die zien we vorig jaar was het nog wel een inkomen bijna 5 miljard. Dit afgelopen kwartaal was het juist een verlies van 1,1 miljard. Dat is een verschil van 6 miljard. En dat zorgt er uiteindelijk voor dat de nette winst, de net inkomen, die we hieronder zien staan, lager uitkomt dan vorig jaar. Vorig jaar was het bijna 18 miljard, nu was het 16,5 miljard, komt neer op 24,62 dollar 62 per aandeel, terwijl analisten hoog in de 25 dollar hadden, hadden ingeschat. Dus dat valt tegen en dat was één van de redenen in ieder geval... waarom het aandeel nabeurs ook onderuit is gegaan. Kijken we dan even verder naar beneden, dan zien we waar de omzet vandaan komt. Nou, we hebben verschillende onderdelen. Uh, Google Services, het totaal daarvan, dat omvat eigenlijk Google Search en other. Dat is vooral de zoekmachine zelf, die is ook het grootste, daar wordt het meeste aan verdiend. Bijna 40 miljard was dat. Dan heb je YouTube, hetgeen het platform waar je nu deze video kijkt... Misschien voordat deze video begon was er wel een advertentie. Misschien tijdens het kijken van deze video nog wel één. Nou, die advertenties daar pakt YouTube ongeveer volgens mij, iets meer dan de helft van. En dat zorgt voor een omzet van bijna 7 miljard afgelopen kwartaal. Het netwerk zelf, dat is denk ik uh, de advertenties die je ziet op andere websites. Die wel van het netwerk zelf zijn. Is goed voor 8,2 miljard in totaal. Bijna 55 miljard aan omzet. Uh, dan heb je ook nog Adder. Ik weet niet precies wat daarin valt, maar in ieder geval in totaal is dat 61 miljard. Dan heb je ook nog de cloud, is een klein gedeelte als je zo kijkt, ongeveer net wel, nou net geen 10% van de omzet van Google, maar groeit wel hard. Nu bijna 6 miljard vorig kwartaal, vorig jaar het eerste kwartaal was dat iets meer dan 4 miljard. Ik geloof een stijging van ergens in de 40% in een jaar tijd Dus Dat is wel heel erg goed. Other bets, daar komt ook omzet uit, maar het onderdeel zelf. Heeft eigenlijk nog steeds verlies, gaan we zo meteen ook zien, omdat er heel veel geïnvesteerd wordt. En iets wat daaronder valt is bijvoorbeeld Wemo, uh, de zelfrijdende taxi's. Nou, dat is een onderdeel wat in other bets valt. Uiteindelijk zien we dus bijna 70 miljard aan omzet. Wat ook opvalt is dat er het afgelopen jaar heel veel werknemers bij zijn gekomen, zo'n 24.000, waarvan ik geloof uh, bijna 7.500 in het afgelopen jaar. Dat zorgt natuurlijk ook voor een toename van de kosten. Gaan we dan even verder kijken en dan gaat mijn beeld anders doen. Uh, dan zien we hier eigenlijk de winst van die onderdelen. Nou, eigenlijk is er alleen winst bij Google Services. Al die advertenties dus, daar werd bijna 23 miljard dollar winst gemaakt. De cloud werd nog steeds 900 miljoen, 931 miljoen dollar op verloren. Wat me vooral opvalt is dat het wel groeit met 40%. En dat is een behoorlijke groei. Maar dat het alsnog niet heel veel minder verlies maakt dan vorig jaar. Vorig jaar ja, het verschil is zo'n 40 miljard. Ik had gedacht dat het meer efficiënt zou worden. zou misschien natuurlijk ook kunnen komen dat ze juist heel veel personeel hebben aangenomen voor het onderdeel van cloud. Dat het er heel veel geïnvesteerd is. Dat het echt een langere termijnvisie is, dat die groei vastgehouden wordt en dat er over een paar jaar in één keer heel veel winst vandaan komt, van dit onderdeel. Zoals gezegd, other Bets is een onderdeel. Ja, dat zegt het al, eigenlijk een soort van weddenschapje, een gokje. Um, als het goed uitpakt, kan het misschien heel goed uitpakken, zoals bij Waymo misschien. Maar op dit moment kost het nog vooral geld. En zo zie je dus uiteindelijk waar de winst vandaan komt. Vooral dus van services en de rest zorgt voor verliezen, waardoor er zo'n 20 miljard in totaal overblijft. Wat ook meteen hier opvalt, heb ik ook verteld in Vrijmebeurs, is de 70 miljard die ze uh, aan gaan kopen, eigen aandelen op gaan kopen. Volgens mij hebben ze in 2019 voor 25 miljard gedaan. Of 2020 was het weer. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval vorig jaar was het eigenlijk zo dat ze 50 miljard. En nu hebben ze aangekondigd dat ze juist voor 75 miljard eigen aandelen in gaan kopen. Dus aan de ene kant blijft er steeds meer geld over om dit te doen. Maar waarschijnlijk is het dus ook de koers interessant om eigen aandelen op te gaan kopen. Kijken we verder naar de balance sheet, naar de balans van het bedrijf. Dan is één ding die mij opvalt, zien we hier helemaal onderaan. En dat zijn de retained earnings. En dat is eigenlijk een beetje de ingehouden winst. Je kunt met winst heel veel doen. Je kunt het investeren in je bedrijf. Je kunt er eigen aandelen van opkopen, je kunt er dividend van uitkeren. Nou, we zien dat dividend niet wordt uitgekeerd. Dat dat niet iets is wat Alphabet of Google doet. We hebben wel gezien dat ze eigen aandelen opkopen. Maar ondanks dus die investeringen die ze doen, ondanks het opkopen van eigen aandelen, zien we. In het afgelopen jaar, of eigenlijk zelfs in het afgelopen kwartaal, moet ik zeggen, dat het toch nog met zo'n 3 tot 4 miljard toeneemt. Dus al die andere dingen die ze doen, nog steeds weten ze winst over te houden. En die winst laat ook in het bedrijf zitten, om waarschijnlijk dus juist in de toekomst te gebruiken. En dat is inmiddels een behoorlijk bedrag van bijna 200 miljard, wat in principe zo is ingehouden. Scrollen we verder door het document, want ik wil niet elk onderdeel uitgebreid gaan behandelen, maar gewoon een paar dingen eruit oppakken. Dan was dat ook wat opviel, die 6 miljard verschil die we eerder zagen. Wat eigenlijk er juist voor zorgt dat nu de winst lager uitvalt dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. En dat zien we hier iets verder uitgebreid waarom dat is. Dat was dus een gain of een loss, in dit geval was het een verlies, op de equity securities. En dat is dus eigenlijk alle gerealiseerde of ongerealiseerde winst op equity investments. Dus ook Google als bedrijf zijnde doet investeringen, koopt aandelen in andere bedrijven. Dat is eigenlijk een beetje wat we ook zagen gebeuren bij Amazon. Amazon heeft natuurlijk al heel vroeg geïnvesteerd, geïnvesteerd in Rivian. In het vierde kwartaal pakte dat heel goed uit. Want toen ging het aandeel Rivian naar de beurs. Was het heel hoog gewaardeerd, dan was het een ongerealiseerde winst. In het eerste kwartaal pakte het voor Amazon heel slecht uit. Moesten ze bijna 8 miljard daarop af afschrijven. En dat was dan een ongerealiseerd verlies. Nou datzelfde zien we eigenlijk hier gebeuren bij Google. Dus waar het vorig jaar, waar ze heel goed ging... Waar ongerealiseerde winsten heel hoog waren. waren... hadden ze nu juist te maken met ongerealiseerde verliezen. Dus er zijn niet echt verliezen, want ze hebben nog steeds de aandelen... maar ze moeten het wel boekhoudkundig zo verwerken. En dat zorgt dus eigenlijk voor het verschil van die 6 miljard. Dat is de gedachte erachter ja, waarom het in één keer een slechter kwartaal is, zeg maar. En dit was dus een van de redenen waarom het aandeel ook na beurs zo'n 5% onderuit ging... of in de volgende handelsdag ging het onderuit... Onder andere natuurlijk omdat ze minder, minder winst hadden gemaakt om deze redenen. Zorgde ervoor dat er minder winst per aandeel is. En in ieder geval ook minder winst per aandeel dan het analisten hadden gedacht. Dus dat was één van die redenen waarom het aandeel onderuit ging. Maar een andere reden was dat in de earnings call de CFO eigenlijk ook een negatieve, uit, of negatieve outlook eigenlijk gaf. Een negatieve forecast, een eigen verwachting voor het betreft het tweede kwartaal. Dus als we gaan kijken naar het uitgeschreven, de, de, de notulen eigenlijk van de earnings call... Uh, dit is dus waar de CEO, de CFO, nog wat toelichting geven op de kwartaalcijfers. Dan moeten we naar pagina 6 en daar begint het wat betreft de CFO. En eigenlijk is het vanaf pagina 7 en eigenlijk een beetje pagina 8 dat ze praat over de outlook van het bedrijf. Uh, dit werd vooral in het nieuws dus negatief opgepakt. Of in ieder geval die zei het zo dat het een negatieve outlook was. Ik denk dat het zelf al meevalt als je dit stukje gaat lezen. Wat we hier vooral lezen is dat het procentueel gezien tegen zal vallen. Uh, Q2 van 2021, daar gaan we dus komend kwartaal mee vergelijken, dat zal heel moeilijk worden om dat procentueel gezien te evenaren die groei. Juist omdat Q2 2021 werd vergeleken met Q2 2020, dat was het kwartaal van de corona, die heel veel impact had. Als je dan naar de hand herstelt, dan heb je bijvoorbeeld, laten we even zeggen, 100% groei in omzet. Ja, dat zal natuurlijk nu niet lukken, vergeleken met vorig jaar. En daar, dat is eigenlijk waar ze voor waarschuwt. Dat dus de procentuele. Veranderingen in het tweede kwartaal. Ja, heel moeilijk of bijna niet te evenaren zijn, vergeleken met dus de Q2 van vorig jaar. Uh, verder zegt ze ook heel veel andere dingen, natuurlijk. Uh, het heeft COVID heet nog steeds impact. En zeker ook in die vergelijking. Maar ze hebben natuurlijk ook heel veel activiteiten in Rusland gestopt. Heeft ook uh, impact gehad. Afgelopen kwartaal, maar zal ook impact blijven houden voor de komende kwartalen. Verder zie je ook dat er heel veel geïnvesteerd is, waaronder in Google Cloud. Wat ik straks al zei. Uh, 7400 mensen hebben ze aangenomen in het eerste kwartaal. En dat is vooral voor cloud en dan eigenlijk technische uh, banen, maar ook de sales roles, oftewel juist om het te verkopen uiteindelijk. We zien ook dat ze juist heel veel geïnvesteerd hebben in eigen kantoren. Uh, eigen, eigen kantoren gekocht in New York, Londen en in Polen. En dat samen heeft 4 miljard gekost. Gaat natuurlijk ook ten koste van de winst. En zo zien we meer dingen komen. Maar wat we ook zien, wat we eerder ook al zagen, is die 70 miljard aan eigen aandelen die ze willen kopen. En dat is denk ik toch wel, uh, het geeft aan, we hebben het geld, we kunnen het waarschijnlijk beter hierin investeren. En het geeft eigenlijk ook wel aan dat waarschijnlijk de koers op dit moment gewoon interessant genoeg is om het ook echt te doen, om eigen aandelen van de markt af te halen. Gaan we verder met de analyse, dan maak ik gebruik van beleggertools.nl, de website die ik zelf heb ontwikkeld juist om te helpen in de analyse. Uh, wil je meer informatie over beleggertools of gratis een account openen? Een link daarvan vind je trouwens onder deze video. Beginnen we bij de analisten. Uh, en dan moet ik even zeggen dat ik juist hier het tikkersymbool GOOG gebruik, en niet GOOGL zoals we eerder deden. Maar dat heeft vooral te maken met dat hier op dit uh, tikkersymbool meer informatie te vinden is, bijvoorbeeld meer analisten, Vind ik dus iets betrouwbaarder. Gemiddelde koersdoel zien we hier uitkomen op 3200 dollar bijna. Bijna ja, 39% hoger dan de huidige koers. Laagste koersdoel 14 dollar. Ik denk dat dat een verkeerd koersdoel is. Ik denk dat dat wel heel laag is. Het hoogste koersdoel eh, bijna 4200. We zien hier dan de omzetverwachting op basis van 18 analisten voor dit jaar, 13 analisten voor volgend jaar. We zien het dit jaar wel een klein beetje toenemen. De groene lijn is het meest positieve, de rode lijn is het meest negatieve en de oranje lijn is het gemiddelde van alle analisten. We denken dus dit jaar gemiddeld zo'n 280 miljard. volgend jaar zien we dat wel sterker toenemen naar 315 miljard. Winst per aandeel. Wat meer informatie, maar waar ik vooral even wil naar gaan kijken is, uh, we zagen dat de cijfers van de 26e april waren. Dus vanaf de 27e april. Er zijn heel veel analisten met nieuwe koersdoelen gekomen. We weten natuurlijk niet wat hun model is, hoe ze aan dit bedrag komen aan dit koersdoel. Maar wat ik vooral wil kijken, is een beetje: ja, is het hoger, lager dan de huidige koers, waar komen we ongeveer op uit? En het lijkt er een beetje dat het laag in de 3000 tot ja, 33, 34 ligt. Soms wat lager, soms wat hoger. En dus eigenlijk het koersdoel dat we hier zien is wel een beetje het gemiddelde. Maar laten we natuurlijk zelf ook vooral het aandeel gaan bekijken verder en een waardering maken. Laten we beginnen bij de checklist. En wat eigenlijk hier wel opvalt vind ik is dat eigenlijk alle twaalf punten groen zijn. Dat is positief. En dat voor een bedrijf zoals Alphabet, een heel groot bedrijf aan de ene kant, maar ook wel een techbedrijf. En vaak zul je zien dat techbedrijven uh, hoog gewaardeerd worden, een hoog P.E. ratio maar dat zien we hier nu in de twintig zitten. Misschien beter is een price to free cashflow omdat je de free Cashflow moeilijker kunt manipuleren, komt op 22 ook nog steeds altijd relatief laag. Geen dividend, hadden we al gezien. Dus ze kunnen het makkelijk betalen, want er is er geen. De wijzigingen in aandelen, de laatste drie jaar of de laatste vijf jaar hebben ze voor 3,8% aan aandelen teruggekocht. We zien nu dat ze voor 70 miljard gaan kopen. Dat is ongeveer 4% van de huidige marktwaarde, beurswaarde van het bedrijf, dus dat zal wederom af gaan nemen. Kijken we naar de omzetgroei de laatste vijf jaar. Meer dan verdubbeld, 132% in de plus. De winst is zelfs 500%, dus dat is positief. Als de omzet toeneemt, stijgt de winst harder, maar ook de free cash flow stijgt harder dan de omzetgroei, omzet dus dat is positief. Netto winst willen we zien boven de 10%. Nou, dat is makkelijk gehaald. Bijna drie keer zoveel, bijna 30% zien we ook trouwens bij de return on invested capital. Hier rechts zien we trouwens eigenlijk de schulden. Ze hebben relatief weinig schuld. Ongeveer 30% van hun bezittingen is schuld. Ze kunnen de schuld makkelijk afbetalen vanuit de free cashflow. Zou in ongeveer 8 maanden tijd wat ze verdienen. Als ze dat allemaal zouden gebruiken voor de schuld, is de schuld ook afgelost. En ze kunnen nog 305 jaar uh, met de huidige dingen de rente betalen op deze leningen die ze hebben. Dus dat ziet er allemaal wel goed uit. Laten we dan ook vooral even gaan kijken naar die cijfers. En wat ik denk dan als eerste nog even op de kwartaalcijfers uh, wil laten zien... en dat is waar we het net al over hadden, waar eigenlijk ook de CFO het over had... is dat uh, hier zien we Q1 en Q2 van 2020. En we zien dat die op 41 miljard en 38 miljard uitkwamen. Dat was dus eigenlijk Q2 het laagste, het slechtste kwartaal wat betreft omzet... in de laatste 10 kwartalen. We zien dat dat daalt vanaf 2019. Hier hadden we dus te maken met corona... En nu gaan we dus krijgen dadelijk in het volgende kwartaal dat we gaan vergelijken met Q2 van 2021. Nou, als je gaat kijken van 38 miljard naar zeg maar 62 miljard, hebben we bijna te maken met een verdubbeling. Ja, en dat gaat natuurlijk niet lukken in het tweede kwartaal van dit jaar om dat nog eens te gaan verdubbelen. Dat is eigenlijk waar zij voor waarschuwt. Scrollen we iets verder naar beneden, wat dan vooral interessant is om te zien. Is dat het aantal uitstaande aandelen afneemt? Dat zagen we net al in de, in de checklist. En dat zien we eigenlijk al in de laatste 10 kwartalen ook weer gebeuren. En misschien ook nog wel interessant om te zien, trouwens, de netto-winstmarge. Dat die zelfs in de slechte kwartalen, na belasting, op zo'n 17 tot 18 procent uitkomt. In de hele goede kwartalen tikt die de 30 procent aan. En het laatste kwartaal was dus 24 procent. Kijken we even verder naar de grafieken. En wat ik vooral hier wil gaan bekijken. Um, is niet zozeer de aandelenkoers. Daar zien we wel dat die eigenlijk heeft gepiekt in november. Zoals heel veel tech aandelen trouwens nu flink al is gezakt. De laatste maand ongeveer iets sneller is gezakt dan de S&P 500. Ik denk dat dat vooral heeft te maken met aankomende rentestijgingen. Die impact zouden kunnen hebben op winstgevendheid of opnieuw op de koers. Uh, maar wat ik vooral wilde kijken was het P.E. ratio. Dat zien we eigenlijk de laatste tijd een beetje laag zo rond de 19 tot 20 zitten en misschien hoog ja, laten we zeggen 30. Dat zien we hier ook weer een beetje gebeuren. Dus dat kunnen we dadelijk gebruiken voor de waardering. Kijken we verder, dan zien we eigenlijk de omzet gewoon redelijk stabiel toenemen. Behalve hier het dipje van corona. Uh, datzelfde geldt eigenlijk voor de marges die we hieronder uh, zien. En ook de, uh, de netto winst in de groene balk. Die zien we hier iets duidelijker. Dat eigenlijk na corona de winst juist toe is genomen. Natuurlijk uh, heel veel is richting de cloud gegaan. Heel veel online gewerkt, heel veel. Vrije tijd, advertenties denk ik ook wel. Um, kijken we naar de marges, dan zien we die uiteindelijk... de bruto marge wel iets afnemen. Herstelt alweer de laatste tijd sinds corona. Maar we zien eigenlijk wel de netto marge dat die wel toeneemt. Dat die wel redelijk ja, hoger staat dan een heel tijdje geleden in ieder geval. En wat we eigenlijk net ook al wel zagen... en trouwens niets heb laten zien in de, in de balans... maar dat zien we hier wel, is dat ze dus een, een positieve uh, cashpositie hebben. De cash die ze hebben... En dan de schulden, de rode is dus lager. Dus al zouden ze al de schulden aflossen, hebben ze nog steeds geld over achter de hand. Een heel goede, ja, solide balans dus denk ik. En kijken we dan naar de waardering voor het aandeel. Dit is dan mijn waardering, mijn verwachtingen die ik op dit moment zo heb ingevoerd. Um, dan gaan we ten eerste uit van een vijfjarige analyse met een gemiddelde groei van 17% per jaar wat betreft de omzet. Dat is wat analisten gemiddeld verwachten voor de komende vijf jaar. De bear case gaan we allemaal net iets lager of negatiever zitten. In de boel case net iets hoger of positiever. Uh, kijken naar de netto winstmarge. We zagen net dat die in slechte kwartalen van de coronacrisis uitkwam op zo'n 19%. Uh, nu is die zelfs al 23, in hoge kwartalen zelfs hoger. Dus ik ben even iets conservatiever geweest. 19, 21, 23. Hetzelfde geldt voor de free cashflow. Geplaatste aandelen. In het slechtste geval houden ze daarmee op, na die 70 miljard van dit moment. In de Bearcase, of in de base case, sorry, uh, is het een half procentje afname per jaar. Dat is een beetje wat we de, ja, de laatste vijf jaar zien, zeg maar. En in de bull case gaat er een procent van de aandelen kopen ze per jaar op. Dividendgroei die is er niet, want ze hebben op dit moment geen dividend. De PE multiple dan. We zien dat die op dit moment 20 is, de PE- ratio. We zagen al: in de slechte lage kwartalen komt die uit op 19% in de wat betere hoge kwartalen. Vaak zo rond de 30, dat is misschien ook alweer iets te hoog. Ook hier even wat conservatiever, 19, 21, 23. Met een gewenst rendement van 10%. Omdat Google of Alphabet toch wel een groot bedrijf is. Wat omzet haalt uit heel veel verschillende zaken. En ik denk ook niet per se heel hard getroffen wordt door een crisis. Uh, misschien wordt er dan wel juist meer geadverteerd om mensen binnen te halen, klanten binnen te halen. Dat is tenminste hoe ik er tegenaan kijk. Laat vooral ook weten hoe jij er tegenaan kijkt. Wat jij ervan denkt. Natuurlijk in de reactie onder de video. En de groei na de analyseperiode, 3% per jaar. Als we dan zeggen analyseren en naar beneden scrollen, zien we eigenlijk in de base case waar ik naar wil kijken, één bedrag wat groen is, oftewel hoger is dan de huidige koers. Eén bedrag dat iets lager is dan de huidige koers. Dus het gemiddelde zou ongeveer misschien nog net iets lager uitkomen. Maar laten we zeggen ongeveer uitkomen rond de huidige koers. En dat wil zeggen dat de huidige koers interessant is omdat het dat bedrag zou willen betalen om ook het gewenste rendement van 10% per jaar te behalen. Dat is dus als alles volgens onze verwachting, volgens mijn verwachting in ieder geval uitkomt. Je zou kunnen zeggen dat het wat ja, conservatief is misschien. Ik zou ook kunnen zeggen, stel ze houden twee jaar langer vol deze groeicijfers. We gaan kijken naar zeven jaar, dan zien we het al in één keer bijna rond de 2700 dollar uitkomen. We kunnen ook even aanhouden op vijf jaar en zeggen nou die marges die lijken wel dat ze... Hoger kunnen, want dat hebben ze eigenlijk nu ook wel. Dat houden ze dus misschien ook wel lang, toe, uh, hang, lang vol in de toekomst. En dan zou ook een multiple wel misschien iets hoger mogen zijn. Want betere marges, meer winst is een hogere multiple. Gaan we dan naar analyseren, kijken. Komen we ook wat hoger uit? Ziet het er ook groen uit? Dus dat is een beetje afhankelijk van je eigen situatie. Ga vooral ook zelf aan de slag met een waardering. Maar dit is hoe ik er in ieder geval nu tegenaan kijk. En dat is dan dus nou eigenlijk ook de conclusie of de samenvatting van deze video. Ik denk dat het gewoon heel interessant is: het bedrijf Google. We hebben er dagelijks overal mee te maken. Of het nou met e-mail is, of misschien wel met een video zoals deze op YouTube. We zien ze hard groeien in de cloud, heel hard groeien. Nog geen winst maken, maar dat zit er wel aan te komen. Ze hebben ook heel veel andere dingen, zoals Wemo bijvoorbeeld. En misschien zijn. Worden ze nu ook wel hard afgestraft? Op alle twaalfde checks ziet dat er nu goed uit. Wil dat zeggen dat het slecht gaat met het bedrijf? Laag gewaardeerd was? Of zijn ze gewoon een beetje bang, de beleggers, van de markt in het algemeen? Ik denk vooral dat het mogelijk wel interessant kan zijn. Blijft ook wel uit mijn waardering. Ik ga nog wel uh, wat meer onderzoek doen. Ik ga niet gelijk over. Tot een aankoop en daarom ben ik juist ook wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt en wat jij denkt van het bedrijf Google en laat dat vooral weten in de reacties dan kan ik dat zeker ook nog meenemen in mijn eigen onderzoek wil ik jou bedanken voor het kijken vond je het een leuke interessante video geef dan zeker even een duimpje omhoog wil je nog meer video's zien maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal klik dan op abonneren onder de video om nooit meer een video te missen in de toekomst nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video